de corridor, oftewel de baaiers van Hazes. André Hazes in de corridor 1992, een optreden dat hij gratis gaf omdat hij het daar ook van de andere kant kende. Hij zat er in 1968, kort na de opening, gepakt voor het stelen van 2 spaarpotten, 2,50 gulden aan postzegelboekjes en een fles drank voor zijn moeder. Inbraakje, 17 jaar oud, zo'n jongen. Siem is een goede vriend van André Hazes. Samen zitten ze in een knakworstjesreclame. En net als Siem zit André 6 weken in de corridor. In de groep van Guus Bouillon. André kreeg een situatie in de bosarbeid. We gingen in het bos werken. En André zei, ik geloof om 9:30, ik ga koffie zetten. Ik zei, nou, kwart voor 10 man koffie is ook zal aan. Ja, maar doe ik altijd. Ja, maar doen we vandaag niet, André. Nou, koffie gedronken. Het was om. Hij zei, ik ben 11 uur, was half 11, was afgelopen. 11 uur ben ik weer terug. Zei, nee, dat doen we niet. Kwart voor 11 ben jij terug. Ik was zelf geen André, dus ik ging kijken en hij zat geweldig achterover op 2 poten van de stoel. Tegen die schaftkeet aan, in de zon. Dus ik lelde die stoel onder zijn kont uit en schopte hem onder zijn kont. En toen zei een stem achter me. Dat was Nico Piek, de directeur. Zo doen wij dat hier niet, meneer Bouillon. En toen moet ik zeggen, toen zei André, ja, ho, wacht even, zei hij. Omgekeerd denk ik dat ik precies hetzelfde gedaan heb. Dus ik denk dat hij mijn carrière gered heeft op dat moment, ja. We hebben erover gepraat en dat het daar leuk was en ja... Hij vond het een, ja, wat ik van hem begreep, een goede titel. Ja. Kijk, dat is beter als je zo de gevangenis uitkomt, als dat je de gevangenis uitkomt vol met haat. Het verhaal gaat dat hij hier Eenzame Kerst heeft, zijn inspiratie heeft opgedaan. Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja, het zou kunnen, ja. Het zou kunnen. Het was een heel aparte man, hè. Ja. Ik heb tijden met hem meegemaakt, midden in de nacht, samen met hem alleen thuis. Ik heb brieven van hem liggen die ik mij geschreven heb, ja. Toen ik in de gevangenis zat. Hazes kwam bij mij in de gevangenis op visite. Dat ik zei, André, doe het nou niet. Want als ze één keer leggen te filmen buiten, ja. Heb ik scheid aan zitten hier met mijn vriend. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik aan. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten?